Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de Dart Podcast van Nederland achter de hockey. Mijn naam is Mike Hoijveld en begin deze maand zijn wij langs geweest op de trainingsavond van Geert Neentjes in Urk. Wij keken terug en vooruit met Geert op het komende darts najaar. Dus veel luisterplezier. Dus daar zit hij tegenover mij, Geert Neentjes. Geert is Nederlander, hij is 20 jaar, hij is de Tour uit sinds 2019, die heeft hij gehaald via de Development Tour vorig jaar. Hij staat momenteel 107e op de PDC Order of Merit. Op de Development Tour Order of Merit staat hij tweede, hij heeft er dit jaar al eentje gewonnen. Hij volgt een opleiding technische bedrijfskunde en hij zit bij Team Heroes. Geert, we gaan beginnen met jouw major ervaring. Je hebt dit jaar voor het eerst op het WK gestaan. Hoe was je ervaring op het WK? Ja, dat was super. Dat was echt gewoon geweldig. Dat was echt, dat is gewoon echt, in twee woorden is dat gewoon dat samengevat. Ik weet echt niet, dat was gewoon zo super ervaring. Maar ik was tegelijkertijd ook overweldigd van wat er om me heen gebeurde. Dat ik me niet kon concentreren daar op het podium. Maar achteraf wist ik ook, of voor de tijd wist ik dat al wel. Van, ik ging er niet in van, ik wil per se die wedstrijd winnen of zo. Maar ik dacht even, ik ga er gewoon van genieten en ik ga het over me heen laten komen. En als je achteraf terugkijkt. Wat denk je dan? Als je je gemiste dubbeltjes ziet en als je Espinel ook hier en daar echt wel wat duidelijk ziet missen. Ja, achteraf dacht ik wel van, ook mijn gemiddelde had wel wat beter gekund. Maar dat kwam ook omdat ik echt heel veel dubbels miste. Ja, ik had wel wat meer dubbeltjes mogen gooien. Ja, je was erg zenuwachtig op het podium. Ja, maar aan de andere kant vond ik wel, ik stond niet te trillen met mijn handen of zo. Dus ik vond wel mijn pijl, die vloog wel lekker naar het bord toe. Maar het was gewoon dat ik me niet kon focussen om echt precies te zijn op het bord. Ja, je trok hem af en toe even te veel naar beneden. Ja, of ik zat er net even te ver vandaan, ja. Dubbel 14 bijvoorbeeld. Ja. Verder heb je dit jaar ook de UK Open gegooid. Die heb je vorig jaar ook gegooid. Ja. Dit jaar toch derde ronde heel knap. 6-0 Justin Pipe. Ja. Vergeleken met de eerste keer de UK Open was dit jaar stukken beter. Ook met natuurlijk omdat er toen de eerste keer UK Open mochten er geen fans bij komen en zo. Dat was heel raar. Maar ja, afgelopen jaar was wel een succes voor mij dat ik gewoon. Was het de derde ronde? Was het de vierde ronde voor je van Max Hop? Ja, nou ja. Dus ik moest beginnen in de eerste ronde. Dus ik moest drie rondes moest ik winnen. Nou ja, dus ik was wel tevreden over dat toernooi. Ja, zeker. Je komt Hop dan tegen. Nou, ja. Weten we, daar komen we later nog op terug, dat je op de vloer een paar keer goed boven de 100 hebt gegooid. Dan gooit Hop 103. Ja, maar toch daarna tegen de 90. Ja, was wel raar eigenlijk, want toen was het eigenlijk voor het eerst dat ik. We moesten 's middags beginnen. Ik moest 's middags die eerste drie rondes gooien. En toen eigenlijk pas 's avonds, de laatste wedstrijd van de avond, moest ik pas tegen Max Hop. En daar zat denk ik 5 uur tussen of zo. En ja, ik wist niet wat ik in de tussentijd moest doen. Dus toen ben ik weer teruggegaan naar het huisje of zo, wat gegeten, even gelegen. En toen ging ik daarna weer naar de zaal toe. Ja, en toen was het eigenlijk helemaal niet meer wat ik gooide, wat ik 's middags deed. Nee, aan de andere kant, Max Hop komt natuurlijk volgens mij pas bij de laatste 32 binnenstromen. Ja, dat was volgens mij zijn eerste wedstrijd. Dat was zijn eerste wedstrijd, dus die kan zich daarop voorbereiden. Ja, ja. Totaal anders. Nou, dan gaan we aangekomen bij de Eurotours. Je hebt dit jaar elke keer een gooi gedaan. Je bent één keer heel dichtbij gekomen, maar je verloor in de finale met 6-4 van de Spanjaard. José Justicia met 6-4. Ja, toch net niet. Nee, klopt. Ja, dat was ook jammer, want dat was toevallig die Eurotour voor Denemarken. En dat was in Kopenhagen. Dat was leuk geweest, maar. Ah, ik heb het nog niet echt op die Eurotours. Tenminste, daar gooi ik nog niet wat ik wil. En het is ook, het is gewoon ook echt heel hoog niveau op die Eurotour. Als je je daarvoor plaatst, dan heb je het echt wel goed gedaan, die kwalificatiereeks. Ja, zeker als je die kwalificatiereeks ziet, zie je heel op 100 plus gemiddels. Ook ja. Voor jongens waar je het eigenlijk niet van verwacht. 9 darters hebben we zelfs gezien. Ja. We hebben het even over de European Qualifier natuurlijk. Oh. Vorig jaar heb je ook 7 keer een gooi gedaan. Maar dat is helaas niet gelukt. Ja, de regels zijn nu veranderd. Wat vind je er eigenlijk van? Ja, toen was het natuurlijk van, toen ging je echt, moest je naar Duitsland toe. En dan moest je alleen een Eurotour kwalificatie spelen. Nu is het eigenlijk iets van een voorproefje of zo voor de Players Championship. Dat je zo even op vrijdagavond dan die Eurotour kwalificatie gaat gooien. Vorig jaar, als je kijkt naar resultaten, heb ik vorig jaar wel vaker, heb ik ook beter gespeeld en vaker de finale verloren. Maar ja, het is niet anders. Ik weet niet wat ik daarover moet zeggen. De PDC die bedenkt de regels. Ja, ben ik helemaal met je eens. Wil je dat je graag nog een euro toegooien? Denk je dat je mentaal de draai kan maken om op vrijdagavond?
Nee, ja, dat gaat zeker nog wel lukken. Maar het is ook echt absoluut nog wel een doel dit jaar om het te plaatsen voor Eurotour. Nee, je bent natuurlijk nog jong. Maar ja, als je veel podiumervaring opdoet, wat je net al zei bijvoorbeeld op het WK. Ja, daar kunnen die Eurotour natuurlijk wel echt goed bij helpen. Ja, zeker belangrijk. Daar, ja, die Eurotour is helemaal voor die voor podiumervaringen bij je. Ja, vooral jammer dat je bijvoorbeeld niet in Zwolle staat voor eigen publiek. Haal die daar heel erg van? Of? Qua dat mijn eigen kwalificatietoernooi niet, maar als je dan... Ik moet toch zeggen, van met die, zoals je ziet met die hostnation wat er dan wel staat, dan vind ik het jammer. Niet alleen niet voor mezelf hoor, maar voor andere Nederlanders zoals, ik weet niet wie zich niet toen niet, Jan Dekker, Christian Kist, zeg maar toch wel die bekendere namen die er dan niet staan. En, maar ja, dat zal je altijd zo wel, zal altijd wel zo wel blijven. Ja, we hebben natuurlijk even niks vooropstellend aan de hostnation qualifiers, maar ik heb wel gemiddeld gezien van die onder de 60 waren. Ja. Ik vind dat niet thuis op een Eurotour. Ja, natuurlijk, jullie hebben natuurlijk maar 6 tickets te verdelen op jullie toernooi, maar jullie zijn natuurlijk los van de UK qualifiers. Ja. Dat is toch weinig? Ja. Bij de UK Open qualifier heb je ook veel meer spelers natuurlijk. En het is eigenlijk wel eerlijk verdeeld, want elke qualifier die moet ongeveer 3 wedstrijden spelen. 2-3 wedstrijden, dus wat dat betreft is het wel gelijk. Maar als je dan toch, zij hebben ook... spelers erbij zitten die geen toolkaart hebben. En wij hebben alleen maar toolkaarthouders erbij. En op dat gebied heb je dan wel weer minder gelijkheid in het niveau. Ja, ik vind het enorm hoog niveau. Sowieso de European Qualifier. Ik hoop dat je dit jaar nog eentje gaat spelen. Dat hoop ik ook, ja. Dan gaan we naar eigenlijk normaal gesproken een dag later. Player Championship. Ja. 3 keer laatste 32, 3 keer laatste 64. De rest allemaal meteen eruit. Hoe kijk je daarop terug, eerste half jaar? Nou ja, weet je, het kan veel beter, maar het had ook veel slechter gekund. Ik heb al een paar leuke wedstrijdjes laten zien. Ik moet alleen nog gewoon constanter worden. Het is ook nog een beetje van, ja, wennen eigenlijk. Ja, dat komt vanzelf wel. Ja, je bent natuurlijk nu, je hebt natuurlijk, het is pas een half jaar dat jij je toolkaart hebt. Ja. Dus op zich, je won dit jaar onder andere van Mervyn King met een 9 dart en 107 gemiddeld. Ja. Ja, dat was een leuke wedstrijd, absoluut. Maar ja... de wedstrijd daarna, dan sta je toch weer iets anders te gooien en dan verlies je die weer. Terwijl als je dan gewoon dat niveau door kan blijven trekken, dan kunnen er nog veel meer leukere dingen gebeuren. Is dat jeugdigheid? Beetje over. Ja, want ik was wel aardig enthousiast na die wedstrijd. Toen moest ik wel even een beetje kalmeren. Daarnaast heb je ook nog Vincent van der Voort, Steven Bunting en Gary Anderson verslagen. Ja. Dat is een best mansrijk. Nee, daarom zei ik al. Ik heb al wel een paar leuke resultaten geboekt. Maar ja, ik moet toch nog even dan... dat niveau door blijven trekken over het hele toernooi. Je staat momenteel flink buiten de Player Championship Finals. Ja. Heb je nog hoop om het te halen? Is dat echt nog een doel dat je zegt van... Ja, absoluut. Want je hebt nog 10 Players Championships. Dus als ik nou gewoon even gewoon iets verder kan komen en dat gewoon iets vaker kan doen, dan moet ik absoluut nog wel in de top 64 kunnen eindigen. Die hoop heb ik nog lang niet opgegeven. Ja, we hebben de Players Championships gehad. Gaan we naar de Development Tour. Is de PDC-titel. Ja, eindelijk. Oh, was ik blij. Dat was echt geweldig. Nou, het was ook eindelijk dan ook na pas. Of was ook eindelijk na 4 verloren finales. Dus het zat ook een beetje in mijn hoofd van. Ik ga hem toch niet weer verliezen. En als je hem dan wint, dan is het eigenlijk nog lekkerder. Je staat nu 2e op de Development Tour. Ja. Dat geeft je recht op een plek op het WK. Ja, maar we zijn er nog niet. Zijn er nog niet, zeker niet. Want. Je staat maar £650 voor op Luke Humphries. Ja. Maar daar weten we wel van dat hij met mentale problemen kampt. Ja, maar volgens mij die laatste tijd gaat het wel weer beter, wat ik gehoord heb. En hij heeft laatste weekend Players Championship, laatst heeft hij ook weer goed gepresteerd. Dus ik hoop dat hij door blijft gaan en dat hij zich ook plaatst via de Pro Tour ranking voor het WK. Dat zou voor mij misschien denk ik ook nog wel gunstig kunnen zijn. Ja, Ted Evans die plaatst zich ook via de Pro Tour ranking, dus... als ik dan misschien in de top 4 blijf, dan is plaatsing voor mij misschien ook nog wel mogelijk. Ja, je loopt natuurlijk veel rond op de Development Tour. Heb je nog talent voor de spelers waarvan je denkt dat we die echt in de gaten moeten gaan houden, die er echt aan zitten te komen? Ik denk als je kijkt van spelers van ongeveer mijn leeftijd, dan zou ik zeggen Nathan Rafferty, Callum Rich. Die hebben allebei geen toolkaart, maar die doen het ook goed op de Challenge Tour. Die hebben ook al Player Championship gespeeld, daar hebben ze ook echt al goede resultaten gehaald. Die gaan we de komende jaren ook nog veel van horen. Nou, we zitten nu in augustus. Komend weekend is de
weer development toe voor jou. Ja. Wat verwacht je daar dan van? Kunnen we weer op een titel gaan rekenen? Nou ja, daar ga ik zelf wel voor naar Duitsland toe. Ik denk gewoon, ja, qua gehoor is het voor mij gewoon normaal. Niet slecht, dus niveau is goed. En als ik gewoon weer daar ook gewoon mijn normale spel laat zien, dan kunnen er weer leuke dingen gebeuren. Verder dit jaar, plaatsing WK, plaatsing Play Ja, dat zit natuurlijk wel in mijn achterhoofd. Vorig jaar met de Development Tour had ik er eigenlijk helemaal niet aan gedacht. Na vier weekenden had ik daar helemaal niet aan gedacht, omdat ik me kon plaatsen voor het WK. En nu zit ik het eigenlijk die positie te verdedigen. Dan staat toch wel iets anders in de wedstrijd te spelen. Maar ja, dat gaat wel goed komen, denk ik. Dat gaat niet mentaal de overhand nemen, zoals je bij sommige jonge spelers wel ziet. Nee, ik denk niet. Daar ben ik wel vrij nuchter in. Ik probeer altijd zo simpel mogelijk te denken van ik moet gewoon mijn pijlen in de triple gooien. Dat is eigenlijk het enige wat ik denk. Verder heb je nog een paar kleine plaatsingstoernooien. Ja, je hebt de World Series of Darts Qualifier, Finals, ja. AFAS Live. Ja, dat zou wel super gaaf zijn. Ik denk dat, maar hoeveel mensen zouden daaraan meedoen, denk je? Alles behalve. Wat daaraan meedoet, is in principe iedereen die een tourkaart heeft op de spelers die geplaatst zijn na. Dat is de top 8 van de World Series of Darts. Ja. En uitnodigingen. Nou, ik ga ervan uit dat bij de uitnodiging bijvoorbeeld een Corey Campy zit en een Kyle Anderson. Ja. Die ook gespeeld hebben. Ja. En hoeveel plekken worden er dan weggegeven met de kwalificatietoernooi? Ja, ik doe alles een beetje onder voorbehoud nu. Dat zijn 4 plekken uit mijn hoofd. 4 maar. Oké. Okay. Nou ja, maar het is eigenlijk, moet je denken van, het is een Players Championship toernooi. En als je in de halve finale komt, dan ben je geplaatst. Dus dat wordt wel aardig lastig. Maar ja, niets is onmogelijk. Hoe hoog zag je kans in? Aangezien de Espinol valt weg, er vallen echt wel een paar grote namen weg die normaal wel op de vloer staan. Nou, ik ben wel realistisch. Ik denk dat mijn kans een 10% is of zo. Hetzelfde geldt voor de Grand Slam of Darts dus? Ja, ook, want die wordt pas gehouden na het jeugd-WK maandagmiddag. En dat weekend ervoor, of zeg maar die dagen voor, heb ik dan nog de Development Tour. Dus dan heb ik zaterdag al de hele dag gespeeld, zondag de hele dag gespeeld. En maandagochtend jeugd-WK en dan daarna die Grand Slam qualifier. Nou, dan weet ik niet waar ik het vandaan moet toveren, maar dat wordt dan wel zwaar, denk ik. Ik neem aan dat het WK jeugd voor jou een groot doel is. Absoluut. Dit jaar wel, hoor. Want omdat ik nu ook gewoon tweede sta, dus dat zegt ook wel iets dat ik daar wel gewoon een titelkandidaat ben. Nou, Geert, heel erg bedankt voor bij ons te zijn in onze podcast. Graag gedaan. Heel veel succes dit jaar. En wie weet zien we je dit jaar weer op tv. Ja, ik hoop het ook. Dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor het luisteren naar de Achter de Hockey podcast. Wij danken onze sponsors Pools.com en Dutch Shop Midden-Nederland. Tot de volgende Achter de Hockey podcast.